Luister lal, Roosendaal, het hemelse lijk. Er woonde eens een rijke slechte man. In een der vrijste huizen van Yunnan. Deze man was mandarijn. Hij was tevens libertijn en stond algemeen bekend als Li Fu Guan. De mandarijn had een intieme knecht, nog wat slimmer dan hij zelf en even slecht. Deze stond hem trouw terzij bij zijn immoreelderij, daarom was hij zeer aan deze knecht gehecht. Nee, de licht uit verhaal uit hemelse lijk. Op een morgen viel de blik van Li Fu Guan op de wulpse vormen van je vrouw mij dan. Welke vormen zij met zorg meer omhulde dan verborg, tot voldoening van de burgers van Yunnan. Onze rijkaard riep zijn knecht en sprak Wu-Ti: volg dat meisje, spreek haar aan en breng haar mee. Als ze mij niet overvraagt en zich aangenaam misdraagt, zal ik haar een weekje houden als logee. Blekelend oud verhaal uit hemelse lijk. Doch mij dan was niet verkrijgbaar naar het scheen, want ze zei verbolgen tot de knecht loop heen. De apteker van Yunnan wordt zeer binnenkort mijn man, en mijn gunsten zijn voor hem en hem alleen. Li Fu Guan sprak met een glimlach vol venijn: deze apotheker krijg ik heus wel klein. Jij brengt mij zo snel het kan 2-3 haren van de man, maar het moet natuurlijk onopvallend zijn. Zeelkleur lijk oud verhaal uit hemelse lijk. Omdat Li Fu Guan aan occultisme deed, hield hij altijd een speciaal soort was gereed. Van de haren en de was had de mandarijn al ras in het geheim een toverpoppetje gekneed. En terwijl hij zijn bezweringswoorden sprak en diverse spelden in de waspop stak, moest hierdoor de eigenaar van het toegevoegde haar spoedig overlijden als een weerloos wrak. Glizelig oud verhaal uit hemelse lijk. De gevolgen waren echter onverwacht, want men had hem haren van hemzelf gebracht. En daar hij in magisch werk zeer bedreven was en sterk, stierf hij stom verwonderd nog diezelfde nacht. De apteker door Wu-Ti toen aangeklaagd, werd door specialisten kundig ondervraagd en beaamde luidkeels dat hij Li Fu Guan vergiftigd had. Daarom werd hij in de lengte doorgezaagd. Bloedelig uit verhaal uit hemelse lijk. Maar Wu-Ti kon alleszins tevreden zijn, want hij erfde alles van de mandarijn. En mij dan bleek na een tijd wel tot nachtlogies bereid. Hierbij sluiten wij bescheiden het gordijn. Nu verwacht men aan het einde van zo'n lied een moraal, en deze is zoals u ziet: dat het goede wordt beloond en de zonde niet verschoond, alhoewel het meestal andersom geschiet. Einde van oud verhaal uit hemelse lijk.